ophalen, want het is te laat. En gaan we? Ja. Ja. Ik denk rond 1:30. Ja. Zoiets. En dan gaat de pieper opeens af. En echt, ik heb een hele mooie carport te pakken. Echt. Echt mooi. Mooi hoor, Daan. Schitterend. Best groot nog haar. Die staart, jongen, die is groot. We zijn in Nieuw-Vennep. We hebben hier al vaker gevist. Misschien kan je het herkennen aan die karper van 7 kilo die ik in de nacht heb gevangen. En we gaan dit keer een korte sessie vissen. En ik ga ook lok voor maken en dat ga ik jullie laten zien. Want voor vernieuw je smaak. Ik heb hier pellets. Ik heb hier mais. Zoete mais. Dit is liquid. Dit is heel zoet. Het is pijnappel, banana en hier komen karpers op af omdat het heeft een hele sterke geur. Oh, de aroma's zijn ook echt heel sterk. We gaan sowieso een karper in vangen. Ik heb lok voor gemaakt en we gaan nu de plekken voeren. We gaan daar bij het riet een voeren. Daar bij de boom en voor de lelies. En ik ga nu laten zien daar bij de boom hoe we gaan voeren. Wat nog van, we gaan al de hele tijd naar een karper die nog steeds moet stilzetten. En die karper die zit hier op deze plek, dus we gaan hem nu op voeren. Ja, zag je er al een aan? Ja? Ja, net de hele tijd beweging, dus we gaan ook wat lok voor de gooien in de hoop dat hij daar blijft. We gaan vanaf karpvissen met boilies. Heel simpel, het zijn allerlei geuren. Smaken en de maten. En je hebt zelfs pop-ups. Dat zijn deze dingen. Die drijven net boven het oppervlak. Ik ga de bolie aan de richt doen. Ik laat nu zien hoe het moet. Je hebt hier een bolie. Dan heb je dit ding. Dan doe je hem door de bolie heen. Zo. En dan komt hij zo uit de bolie. Zit de bolie erin vast. Wat je dan doet. Je hebt hier bij de richt. Heb je dan zo'n soort gaatje. Daar doe je dit ding doorheen. Dit ding er doorheen en dan trek je hem aan. Dan zit hij aan de richt vast. Dan heb je zo'n soort dingetje. Deze dingen. En dan knip je met de schaar er 2 af. Zo dus. En dan heb je 2 van deze dingen, dat zijn deze. Die doe je door deze lus heen. Je hebt dat stoppertje, heb ik nu hier doorheen gedaan door de lus. Wat je dan als volgt doet, je pakt de haak, niet bij de punt, maar hier zo. Trek je hem aan, voorzichtig. En dan heb je hem zo vast en blijft de boilie goed vastzitten. Het belangrijkste is ook een scherpe haak, want dan blijft hij goed zitten. Zoals deze. Het is een hele mooie haak en dan zit hij zo op de bodem. De haak ligt dan hier en de boilie ligt zo op de grond. Dan zuigt de karper de boilie naar binnen, inclusief de haak. Ik heb aangevoerd net, heel goed. En we gaan nu de hengels uitzetten. Dus we gaan karper vangen. Wat zie je in de camera? Er 2 kolken bij me, Robert. Waarschijnlijk van een giebel. Oh, het is nu donker een beetje aan het worden. We waren net daar zo. Nu zijn we naar deze plek gegaan. Deze
kunnen jullie misschien wel kennen, waar we al deze, waar we allemaal vissen hebben gevangen, karpers. En nu gaan we hier zo proberen en ik vroeg wel een visje. Het wordt bijna donker, het is heel erg rustig. Ik ben naar een andere plek gegaan en ik vroeg wel een visje nu op dit water. Koken van de vissen en deze. Die was net kleine dokker, maar gaat helemaal hier naartoe. Maar het is geen kleine vis, het is een grote vis. Ja, het gaat zo donker worden, mensen. En ja, het is gewoon een kwestie van tijd, want het is, ik zie heel veel beweging in het water nu. Het is nu heel rustig aan het worden, buiten ook. En verwacht echt wel een leuke karp aan de haak te slaan zo. Dus tot zo. Wat is er, vriend? Ik heb er een. Wat zeg je dan? Toch wel een karper, denk ik. Lekker pik. Lekker pik. Dus het filmpje te kijken, ja. In de auto. Lekker pik. Weer een karper. Lekker pik. Ja? Nu scoort deze pik. Oh, wacht. Ik moet wel een beetje. Hij gaat een beetje naar. Gaat het, vriend? Ja, het is wel een karper. Het is niet zo hele grote, denk ik. Maar het is altijd leuk om een karper te hebben. Tuurlijk. Ik heb een andere lijn bijna. Kijk, we zaten een videootje te kijken. Kijk. Kijk, karper. Is het bij de kant? Ja. Nou, laat maar even zien voor de film. Lekker pik. Ik zal hem even laten zien dan. Lekker pik. Kijk eens, heerlijk. Heerlijk, heerlijk. Een mooie schub hoor. Ja. Weer zo'n normaal formaat die we normaal ook vangen. Kijk, kan je scheppen? Yes, ga maar scheppen. Yes, ja. Netjes hoor. Wow. Holy shit. Oh. Oh, oh. Lekker. Oh. Gaat die lekker, jongen? Ja. Jeetje, hè? Wilde bras. Ja. Mooi beestje. We hebben mooie karper gevangen. 1:30 s'nachts. Mooie karper. Ik denk rond 1:30. Ja. Zoiets. En dan gaat de pieper opeens af en echt. Ik heb een hele mooie karper te pakken, echt. Het is echt mooi. En ze is best wel zwaar ook. Ja, mooi beestje dan, ja. Echt schitterend. Mooi hoor dan, schitterend. Best groot nog haar. Die staart, jongen, die is groot. Kusje. Wat een bek altijd, hè. Schitterend. Yeah! Zal ik hem ophalen? Zal ik hem ophalen? Want anders is het te laat. En dan gaan we? Ja. Ja. Even slim. Hé. Hey. Wat echt bizar. Net eentje, nu weer. Het is echt 5 minuten achter elkaar. Ja, niet normaal. 5, ja. 1 minuut, niet normaal, joh. Die ene hebben we net teruggezet. Echt ziek, joh. Zit hij eraan? Ja. Echt een lekkere harde run, man. Heerlijk. Ja hoor. Als het goed is, ligt deze niet zo ver van de kant. Alleen hij zit wel door de diepte heen. Nou, show your skills, vriend. Ja. Hij gaat wel door de diepte heen, hè? Kan. Maar het riet nog niet zo heel dik, weet je wel. Wow. Kan je schijnen daar? Want ik moet wel een beetje zien waar die is. Deze is een stuk lompig. Ja, ja. Hij is hier. Hij is nu een beetje voor de kant. Hij is nu voor de kant. Nou, laat zien, lekker spelen. Ja.
Zijn een lief kleintje. Oké, okay, ja. Altijd leuk. Vriend. Nou, de hengel ging echt niet normaal hoe hard die run was. Maar ik kwam uiteindelijk kleintje uit, maar het is toch altijd fijn om een kleine te vangen in plaats van altijd maar die grote. Het is een hele mooie kleine. Hij is echt wild. Hij was echt sterk, ja. Echt ja. Een harde run, joh. Klein visje. Mooier. Lief. Hallo kleintje. Nou, lekker vrij laten toch? Ja. Laat nog één keer zien. Mooie vogelschub. Echt fantastisch. Dat gewoon op de pen. Het is mooi die dolken heel langzaam weglopen. Dit boven water. Ik zal de andere kant nog even laten zien. Het is bijna 2:00 s'nachts en we gaan nu stoppen met de sessie. Nou, het was een aardige sessie toch? Ja, 2 mooie vissen gevangen. 2 schubkarpers. Dus het was een mooie sessie. Ja, we gaan ermee stoppen, vind ik ook, vriend. Ja. Lekker naar bed, ja toch? Ja. Oké, wel rusten.